Ze is een van de meest productieve filmmakers van Nederland en dit jaar eregast op het Nederlands Filmfestival. Regisseur Paula van der Oest. In de 25 jaar dat ze nu films maakt, blijkt dat ze met recht veelzijdig te noemen is. Ze maakt korte films, comedies, dansfilms, tv-series, geëngageerde speelfilms, thrillers en een boekverfilming. Haar grootste succes behaalde ze in 2001 met Zus en Zo, een humoristische film die werd genomineerd voor een Oscar voor beste buitenlandse film. Vandaag spreek ik met haar over Tiramisu. Paula, vanavond Tiramisu. Leuke film. Tragicomedie. Het gaat over een actrice, 40-jarige Anne Slot. Ja, die leidt een groot en meeslepend leven aan de ene kant. Maar aan de andere kant is er toch ook een vrouw op kruispunten. Ze is net gescheiden. En de boel in haar leven loopt gierend uit de hand. Op relationeel gebied, maar ook financieel. En om het financieel weer een beetje op orde te krijgen, komt er een boekhouder die zijn naam waar maakt. Echt een ongelofelijke doorknoper. En die raakt dus ook bedwelmd bijna door die Anne en die neemt dat levensritme wil die overnemen. Hè? Ook dat bon vivantisme van Anne. Nou goed. Maar er zit ook, ik zeg wel tragicomedie en juist dat tragische, dat zit er heel erg in. En misschien is het aardig om naar een scène te kijken waar dat goed in verbeeld wordt, vind ik. Mm-hmm. Weet je nog die zomer aan zee? Met de kinderen, toen we in de open lucht sliepen en de hele nacht naar de sterren keken. Het werd heel koud die nacht, maar we hadden toch warm. We lagen heel dicht tegen elkaar aan. We waren samen en er kon ons niets gebeuren. Hoe lang is dat al niet geleden? Kinderen groeien op, relaties lopen ten einde, liefde houdt op. Het is wat het is, zo gaat het nou eenmaal. We hadden alles. Maar we waren niet zuinig. Als twee verwende kinderen. En nu we opeens met lege handen staan, zijn we verdrietig. En boos. En bitter. En we begrijpen het niet. We begrijpen niet wat we fout hebben gedaan. En niemand kan het ons zeggen. Ja, Anneke Blok. Nou, we begrijpen nu natuurlijk wel waarom Anneke Blok hiervoor een gouden kalf heeft ontvangen. Yeah. Ja, heel, grote prijs van de Nederlandse film. Ja, uit 2008. Je hebt dit scenario geschreven uit frustratie, heb je gezegd. Omdat jouw scenario voor de gelukkige huisvrouw tig keer is afgewezen. Ja, nou, frustratie, het was meer. Ik was heel lang. Ja, je hebt wel eens dat je heel lang op iets richt wat vastloopt. En ik kon het heel slecht opgeven, maar ik was met die gelukkige huisvrouw bezig. Ja, ja. Oké, dan maar zo. Dan zo. Dus ik had echt wel 21 versies of zo van dat script geschreven. Dat op een gegeven moment heb ik het opgegeven. Het kwam er niet door. Het werd niet, kon niet gefinancierd worden. Nee. Dus ik dacht, nou, ik ga weer terug naar de basis. Wanneer had ik ongelooflijk plezier in schrijven en in dingen maken? Ja. Dat was toen ik niet nadacht over. Toen ik eigenlijk volslagen vanuit een eigen impuls dingen maakte. Vanuit wat er per se verteld moest worden. Of waar ik heel erg door gefascineerd was. En niet denkend aan doelgroepen, aan boekverkopen, aan heerlijk, genre, vermenging of weet ik veel wat. Dus ik dacht, ik schrijf iets wat heel dichtbij ligt. En ik schrijf het ook voor iemand, namelijk voor Anneke. Anneke Blok. Ik zag nu ook, nu ik gast van het jaar ben en ik al mijn films doorliep voor de compilatie. Anneke die speelt echt in heel veel van mijn films. Ja. Ik ben heel, heel erg dol op haar. Ik vind haar een fantastische actrice. Nou, sterker nog, je hebt ook in haar huis gefilmd. Wij zitten nu we op zitten de in boot haar huis, waar, ja. Anneke waar is jij aardig. Gedraaid hebt. Ja, en Anneke, ja. Om ons hier te laten zitten, ja. Dus dat is. Ik zal daar iets over vertellen zo dadelijk. Maar goed, dus ik dacht, ik hou het heel klein en dichtbij. Ik was ook een tijdje daarvoor gescheiden, Anneke ook.
Er waren een aantal ingrediënten die op zijn plaats vielen. Mm-hmm. En vrij snel had ik het geschreven. En Anneke was er heel enthousiast over. En er gingen wat versies overheen. Toch lukte het ook met die film niet, vreemd genoeg, ja, voor mijn gevoel, om een financiering te vinden. Want ook het filmfonds had daar ook geen trek in. Dus ik was echt enorm teleurgesteld. Maar gelukkig heb je vrienden met een groot hart. Want ik begreep dat ze het voor een appel en een ei... Ja, er was gelukkig de Farah die zei... Weet je, wij gaan er wel in mee. Dus dan heb je toch een beetje geld. En verder heeft iedereen voor niks meegewerkt. We hebben hier een maand op deze boot gefilmd van Anneke. Lunchen op de kade. De film was eigenlijk geschreven met alleen maar regenachtige nachten. Regen. En toen we gingen filmen was het zon. Alleen maar een prachtige nazomer. Maar regen is ook wel iets te veel van het goede. Ja, ook, ja inderdaad. Het was ook zo. Maar het stond nou eenmaal in het script. Maar toen we filmden was het heel mooi weer. Dus we hebben echt een geweldige soort van vakantie, werkvakantie gehad op de boot van Anneke. Ik durf het bijna niet te vragen, maar heeft deze film ook een therapeutische waarde gehad? Nee. Zij ze zonder blik op bloos. Ja, nee, dat is niet zo. Nee. Misschien dat toen ik het schreef, dat ik het nog wel even iets van me af moest schrijven, maar... omdat er werd gezegd inderdaad, nou, je gaf het zelf al aan, Anneke Blok gescheiden, jij was net daarvoor gescheiden. Dat zit dus allemaal in deze film. Anneke heet Anne, weet je. Dus er ging gonzend. Ja. Dat is wel een beetje... Dat was ook echt onhandig. Want toen ik schreef, had ik iedereen zijn eigen naam gegeven. Ja. Dat schreef zo lekker. En je zag natuurlijk ook gelijk de personen voor je. Ja, en dan zijn die eenmaal tot leven gekomen. Dan kan je eigenlijk moeilijk zeggen, je bent nu Suzanne of zo. Dat gaat dan niet meer. Nee. Dus dat was een beetje onhandig. Maar nee, het is niet één op één. Er zijn ook allerlei... ingrepen verricht, nee. Maar de bron is er natuurlijk wel... Het verhaal is er wel door gevoed. Maar therapeutisch, nee. Want tenzij al het film maken wat ik doe... Ja. Of alle films die ik maak... Dat een komt uit hetzelfde lijf, hè? Ja. Komt uit hetzelfde lijf, van dezelfde kop. Maar toch nog even terug naar die tekst. Hè, de scène waar we net naar keken... Het zijn jouw woorden. Nee, het is een bewerkte scène uit een huwelijk van Bergman. Maar jij hebt het gebruikt... Ja, nee, dit is wel zeker, hiervan kan ik wel zeggen, ik denk dat heel veel mensen die gescheiden zijn, kinderen hebben, het gevoel kennen dat je ooit een soort onaantastbare eenheid bent. En als dat dan eenmaal uit elkaar is gevallen, dat er toch ergens het besef of de vraag komt van hoe kan dat nou, we hadden het ooit zo goed en waarom hebben we dit laten gebeuren? Ik denk dat iedereen dat wel kent. Ja, ook zijn er van een mislukking eigenlijk, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Je hebt ooit gezegd, 5 jaar priegelen aan een film is niks voor mij. Ik heb het wel gedaan, hoor. Je hebt wel, oh ja? En welke film heb nou, je vaak? Nou, niet... Ja, Domino Effect heb ik lang aan gepriegeld. En nadat ik het eenmaal gefilmd had. En Black Butterflies, daar is lang aan gepriegeld. Terwijl ik al wel erbij betrokken was. Mm-hmm. Maar toch gedurende 7 jaar is er... zijn we aan het script bezig geweest. Is er financiering gevonden. Weer verloren, weer gevonden. Ja, maar je begrijpt wat ik bedoel. Als jij dat zo zegt... Ja, ik ben geen Mark van Diem die... zeg maar elke 10 jaar met een meesterwerk komt. Mm-hmm. Ik maak gewoon liever... Nou, niet zozeer, ik wil daar geen kwalificatie aan geven... maar ik ben gewoon ongeduldiger. En ook wat slordiger. Dus bij mij moet het wat sneller. Ik ben gewoon... Maar hoe komt dat dan? Omdat ik het leuk vind. Ik vind het leuk om eigenlijk procesmatig zeg maar te werken. Procesmatig? Ja, ik ga niet thuis helemaal uitdenken wat ik met acteurs ga doen. Ik vind het leuk om ter plekke op dingen te komen. Ja. En dat betekent dat ik ook niet precies weet wat er in het kader gaat gebeuren. Maar dat is ook iets waar ik met de cameraman die Tiramisu heeft gedraaid. En ook Domino Effect en ook 2 andere films. Guido van Gennep. Hmm. Die is weer een ongelooflijke begeestigde... filmgek. En met hem kom ik altijd weer op het ideale stijl voor een film. En dat vind ik ook leuk om samen te doen. Want je bent ontzettend, hoe noemen ze het in het Engels, prolific, hè? Je maakt ongelooflijk veel films. Je hebt al veel films gemaakt. Boom. Eens in de 2 jaar. Ja. Ja. Ja, ik vind het gewoon heel leuk. Ja, precies. Dus en wat je leuk vindt, doe je vaak. Ja, waarschijnlijk. Het zal wel een combinatie zijn van, geldingsdrang en enthousiasme of zo. Ik hou ook ontzettend van het vak. En
En het is ook nog eens zo dat je bij elke film denkt... Oké, nu begin ik het een beetje te begrijpen. Dat je elke keer leert. Het is ook moeilijk film maken. En je moet het ook veel doen, wil je het in de vingers krijgen. Mm-hmm. Tiramisu. Tiramisu, dat is zo'n zoet toetje. Mm-hmm. En je weet wat het betekent. Ja, volgens mij is de letterlijke vertaling... Trek me eruit. Dat stond ook voor op het script. Trek me eruit. Beur dus me deze, op. Ja, deze Anne, die moest eventjes door de boekhouder... en de boekhouder door Anne... uit hun lethargie getrokken worden. Maar dat betekent ook maak me blij. Waarschijnlijk. Maar is dat wat jij wilt met deze film? Nou, blij... Volgens mij heeft de film een hele goede mengeling van melancholie en humor... God, het is fijn als mensen blij worden van de film. Ik vind het ook fijn als mensen geraakt worden ergens door. Ja. Het hoeft niet de hele tijd, maar af en toe. We gaan kijken. Dankjewel.